partners van Limburg vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ofoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand en Ons Huis Reuver. En welkom terug bij de tweede helft van Limburg vandaag op deze donderdag de 20e september. En ik zei het al, het is daadwerkelijk de laatste dag van de zomer 2012. En wat doen ze dan allemaal in die weerstudio's? Dan gaan ze natuurlijk kijken wie worden ook alweer met deze zomer en wie geit het weer met de herfst. Dat gaan we eigenlijk ook doen. Alleen verder bij onze lokale weermannen dan natuurlijk altijd voor. En daarvoor hebben we even telefonisch contact met onze eigen Jos van de Knuppelen. Dag Jos. Dag Erik. Hey, wie kijk hier eigenlijk terug op die zomer? Ja, het is een hele bijzondere zomer geweest, want we stonden dit jaar 3 maanden. 3? Ja. Namelijk juni, juli en augustus. Mm-hmm. Ja, en eigenlijk begon ze al een beetje in mei, de zomer. En dan zeggen ze in mei, 14, 15 en 16 en 17 mei zijn de zogenaamde ijsheilige. Daar hebben ze zeker alles van gewerkt. Ja, daar heb ik ook wel van gehoord, Jos. Je was niet bang voor de zin. De ijsheilige namelijk, daar zeggen ze van dat als het na die ijsheilige dat er geen afvals meer kan komen. Ja, dat klopt. En dat die ijsheilige vragen of voor de volledigheid, dat zijn Pancratius, Bonifatius, Servatius en Alibaba. Alibaba. Het bijzondere is dit jaar dat het na die ijsheilige wel een gevaren heeft, Erik. Ja. Dus ze zijn al voor die hebben de kuitplanten bevroren. En ook de eier. De eier? Want in mei leggen alle vogeltjes een ei, gewisse wet. Hmm. En veel van die eieren zijn bevroren dit jaar. Zelfs Pierre, mijn goede maat, die heeft de eier nog bevroren. De eier bevroren? Namelijk een batterie kippen. Want Pierre leidt heel graag gesprek met ei en die heeft een batterie kippen aangeschaft. En er worden in mei zijn nog een aantal van die kippen eieren bevroren. Het zwange van deze zomer is ook dat vooral de middagtemperaturen die houden van 12 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. En die worden niet zo wacht dit jaar. Alleen augustus is het beter geweest. Toen wordt het beter weer, maar dat komt natuurlijk ook omdat Pierre en ik in augustus zomaar vakantie hebben. En we bestellen ons dat weer zelf. Dat regelde je tot ja. Ja. Ene dag is het zelfs 48 graden geweest, Erik. 48? Ja, 18 voor de middag en 20 na de middag. Oh. Ja. Wie kijk je eigenlijk maar? Maar verwisten dus van tevoren dat het zo weer wordt. Want er is een hele beroemde weerspreuk aan ontleed. Vooral namelijk in mei al gezien dat de mollen onder de grond al flinker actief waren. Mm-hmm. En dus de volgende weerspreuk op gebaseerd. Beginnen in april de mollen te zwatten. Dan hebben ze in de zomermaand het gezonnen de kloten. Jos, daar kan ik maar één ding op zeggen. Een goede herfst alvast toegewenst, want vanaf morgen is het herfst. Bedankt voor de korte reactie en het terugblik op de afgelopen zomer. We gaan Gert Angerzoon in deze uitzending van Limburg vandaag. We hebben namelijk een echte prijswinnaar. Ja, aan wat voor prijswinnaar, Erik? We hebben hier de winnaar zitten van de Veldeke Oeuvreprijs. Veldeke, dat werd natuurlijk iedereen in Limburg. Dat is een dialectvereniging. Althans, die is een vereniging ter promotie van het dialect in Limburg. En die reiken sinds 2007 een belangrijke prijs uit. En dat is de Veldeke Oeuvreprijs. En de winnaar daar zit hier vandaag bij Michan Toffel. Nolwassen, Oet, Ruiver. Opperruiver, zoals ze eigenlijk zeggen. Hè? Opperruiver. Oetruiver. Proficiat. Dankjewel. Want afgelopen zaterdag wordt ze niet. Dit is de nacht van het Limburgs leed op de Mert in Venlo. Ja. Is er uitgereikt. We hebben hem hier staan. Ja. Prachtig beeldje. Van Marjan Fransen, een gewaardeerd kunstenares. Echt wel. Ja. Ik blijf met ook. Er moest een tevreden mens zijn. Er moest een contente mens zijn met zo'n mooie prijs. Dat wil ik ook. Ja. Er zijn er misschien nog een paar die zeggen, nou wassen, wat was dat nou alweer? Twee keer winnaar van het Limburgs Vastelovensweetje concours, het LVK. En het is misschien goed dat we de lui even voordat we beginnen te kallen al, even het leedje laten werken hoe het hier in 1978 met op gewonnen. Okay. Ja. Dus het leedje van 78, de zachte G. Leders. Gaan we doen een loesteren. Oké. Okay.
was 18, zei ik, ja, dan wist ik wat ik deed. Een prachtig liedje, hoor. Ja, maar 78, ja. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen in Limburg zit mee te zingen. Absoluut, ja. En laten we dat tweede ook maar even erachteraan gooien. Want dat is natuurlijk wat recenter. 2001, weer gewonnen met het liedje, ja. Zeg het zelf. De Lampenkop nu ze het noemen. De Lampenkop. Maar het hoort goed gaan we zingen. Gaan we zingen, hè. Ja. Laten we dan nog even luisteren. Ja. En dan is toen door die eiken toffel hergegangen. Prachtig leedje ook weer. Ja, is het ook. Ja. Dit blijft toch heel Limburg bier. Ja. Nou, wie is dat ooit begonnen, dat schrijven van u? Want dat doet je al heel lang, hè? Al heel lang. Ik ben 74 jaar, wie 13 jaar was. Toen heb ik al de Wonderver Plas in het Ruiversveld. Het was toen een nieuw week, Noord-Noord, waar ze op en starten. Toen heb ik al een stukje gemaakt. Tetsjoe in het Ruiversveld is een dorp op zich geworden. Toen door zich dat nog nemen ze laten lezen, ik denk, dat vind je die neuzel. Maar ik zou het zo nog kunnen zeggen, het heeft geen zin meer. Nou, daar is het mee begonnen. En later en liever dat... leden heeft dat zich ontwikkeld en toen ging je voor dansmuziek maken, toen was je drummer en orkest. En begonnen bij de harmonie, niet vergeten, hè? Nee, wie fluitenkoos begonnen. Dat wil ik zeggen. Wie fluitenkoos begonnen en toen even gestapt naar de harmonie. Ja. Toen was ik 11 jaar bij de harmonie. Geweldig. Ben ik 40 jaar actief slagwerker van geweest. Hele fijne tijd gehad. Dat geloof ik. Onvergetelijk. Ja. Want dat weten misschien sommigen nu niet. Ze kennen u natuurlijk als schrijver. Niet alleen van carnavalsliedjes, maar ook van gedichten, van verhuilkens kennen ze zich natuurlijk. Maar je hebt zelf ook opgetrooien in de tijd. Hè. Bekend duo, hè? Ja, met Jacques Polle. De Jacquards. Dat moet ik zeggen, dat voor 15 jaar gedaan. En we hebben het toch gepresteerd, als amateur zijnde, om 3 keer de Curaçao te mogen gaan. En 3,5 weken naar Australië. In het team met Pierre Knoof, met Harry Wouters, nou, met Jubel. Ja. Ah, we hebben toch zo'n fantastische die, denk ik, amateur leven gehad. Dat geloof ik. Wel, even terug naar het... Oog zo nog, hè. Absoluut. Oog geweldenaar. No. Even terug naar het leedjes schrijven. Ja. Wie geeft zich in zijn werk? Hoe komt je aan de thema's? Nou, dat is misschien een aanjaar gezegd, maar dat ligt op de straat. Mm-hmm. Als ik zo ga zien, moet ik zo'n liedje ervan maken. Dat alles lent zich om het van te maken. Maar alles leent zich niet voor in te sturen naar de LVK. Als ik op een Ruiver nu een liedje zou maken over de Schelkensbeek, dan kregen de Ruivers de tronen in de ogen. Maar als ik het op zou sturen voor de LVK, zou ik zo'n set voor dingen te bewegen. Is dat ook niet een beetje een makker van het LVK? Dat de schrijvers die nu vuil bezig zijn, die schrijven naar Limburg toe. En het eigen dorp wordt een beetje vergeten. Ongelooflijk, dat is ook ongetwijfeld. Toen hoort het niet meer te komen met de Borg van Belfort en de opstuur van de LVK. En dan komt dit ook nog bij. Als ze het kunstmen met een orgel komen om een klavioline of met een gitaarke en schuurt ze het in, nee, dan moet ook wel een orkest en een arrangement achterhangen van ettelijke honderde euro's. Ja, het is een beetje... Ja, het is geprofessionaliseerd, het heeft natuurlijk voordelen. Ja, hè? Natuurlijk. Kwaliteit is vroeg gegaan. En het is ook wat er op afkomt, dus. Ja. Het is ook niet meer weg te denken. En ik hoop dat het nog lang besteedt, want ik heb er altijd heel keer opgetrooien. En ik hoop toch nog eens een keer te komen op mijn najaardag. Maar dat zal misschien wel een vrome wens blijven. Dat zeg ik nooit. Nee, verwachten u ook toch. Die toppers blijven toch terugkomen. Ben Erkens is ook een paar keer teruggekomen. Ik vind dat die kwaliteit blijft altijd boven. Blijft altijd boven, zo is het. En dat geldt ook voor Ben Erkens. Absoluut. Nou, wie geeft dat met de tekst en de muziek samen? Wie geeft dat in zijn werking bij dich? Nou, als ik een tekst in de kop heb, dan heb ik de melodie er als een beetje bij. En dan schrijf ik dat op. En lees het langs door en dan hoop ik dat ik niet te veel gejaagd heb. Dus de tekst komt eigenlijk nu eerst, dat is het. De tekst komt eigenlijk nu eerst, ja. En dan het ritme van dit tekst. Want daar komen wel eens mensen bij me, prachtige lui. Ze wilden me niet helpen met een liedje, maar ik heb dit en dit klaar. Dan hebben we die gemaakt, best aardig, ja. Dan hebben we één couplet.
Maar de tweede, dat kent ze er niet onder zetten. En ik had zo'n andere structuur. Ja. Dat ik, ja, eerdere Noord moet een lettergreep hebben. En dan ook nog met het goede accent. Ja. Met goede klemtoon. Dat geloof ik. Ja, dat is moeilijk ook soms. Ja. Maar het lukt fantastisch. Hè. Zeg, we moeten toch even terug weer. Nou, want ik moet dit onnog even laten zien. Het beeldje over een beeld gebracht. Ja. Maar daar hoort een belangrijke oorkonde bij, bij de prijs. Ja. Dat is natuurlijk ook fantastisch. Hè. Wie heb je dat ondergangen afgelopen zaterdag op de Merden in Venlo? Nou, fijn. Was je dat geweldig ontvangen, moet ik zeggen. Met een compliment aan de heer Reit, de voorzitter van Velde. Ja. Ze hebben ons daar prachtig ontvangen met een tas koffie, met een keukenskip, met een glas weer, wat voor woorden. En toen in de Merden, dan was toch de begeleiding niet bij ons was geweest, had ik nog niet geweten hoe ik moest zien. Zo druk was het toch en zo gezellig. Dat wordt het Limburgs Leed, hè? Promotie van het Limburgs Leed. Hè? Want dat moet voor jullie over zijn. De dialectmuziek, de dialectliteratuur is nooit zo populair geweest als nu. Nee, dat klopt. Het vindt hier met in gelachen, al jaren, maar ik weet nog een zit had. Is er ook een onderafdeling van of je het had? Of een aanbeding van. Wat ik zeg, de dialectmuziek is populairder dan ooit. Nooit de weg. Maar ik blijf zeggen van, wat carnavalsvegers betreft, de kens in het dorp, natuurlijk kent ze dat maken, over de negen Merden, over de negen kerk toegeschreven. Maar dat de meesten gewoon al denken aan het LVK als ze bezig zijn met de liedjes over van hun eigen dorp. Mm-hmm. He? En dan komt dat eigene kunt eigenlijk minder over dan. En dingen ze, zal ik wel Reuver zeggen? Of zal ik toch wel even Limburg zeggen? Past dat ook? Ja, dat past ook. En dat is eigenlijk een gemis, Nolle. Nee, jongen. Ik heb, als ik dat moet zeggen, 40 jaar, 40. Op Reuver liggen van die betonblok. Ik weet niet wat je wegen, ik geloof 400 kilo per stuk. Had ik een stukje gemaakt van aardigheid. Want ik heb het nog met onder de pauze ingestudeerd met een paar die door. Ook met omkosten gewoon, hebben we gezongen over die steen op het plein. En dat de kinderen aan de merkmeester vroegen, mogen we met die blokken gaan spelen? Johan zegt, maar hoe is het meneer de Marijn? Ze denken van die blokken. Het is daar net enorm met gelachen, die vond je dat erg leuk. Ik denk, en toch is dat eigenlijk ook een doel van zijn liedjeshoofd. Om dat eigen dorp of die eigen stad, eigen plaats, toch een beetje te promoten en dingen aan te dikken die iedereen werd dat toch al zien. Ja. Dat is eigenlijk de kern van dat hele carnavalsgebeuren, de relativering van de een en ander. Als je toch een plaatje huurt van Venlo en Kerkhoorn en huurt ze de piano spelen en ene zingen en een elegante zaal, dat met, schonkelt met, ze doen ze, nou wil ze weer een liedje maken, joh. Maar ken het dan geen wals zien? Dan denk ik, shit, joh, maar eigenlijk. Want normaal, ze kent ze op Piers, maar tag zit niet. Het is een fijn voor. Maar het is niet meer gewild, ook bij de LVK niet. Let er maar op. Ik heb zelfs gehoord dat schrijvers die naar de LVK toeschrijven, letterlijk, dat die gewoon gekeken hebben wie, wat voor moodsoorten is het meest gepaste. Ja. Is dat natuurlijk toch niet normaal, hè? En dan de verkleedpartijen nog. Ja. Maar daar gaat het van, maar goed, dat is gedaan. Nou, dat is in die smaak. We moeten gewoon afsluiten. Ik vond het geweldig dat ze hier is. Van harte, proficiat nogmaals namens Steven Limburg. En eigenlijk gans Limburg met de prijs. Dank je wel. Wat kan voor op korte termijn nog van Nol verwachten? Heb ze weer gehad in die, Ja, ik heb één stukje gemaakt voor. Liedje gemaakt van Venlo. Oh, en dan moet ik dat is toch jammer. Bijlveld en Tegelen is niks meer. Die doen niet helemaal meer, weg? Heb je al zeggen, geen liedjes meer. Jammer. Ja, dat is jammer. Voor Venlo heb ik het gemaakt. Voor Zwaam heb ik het gemaakt. Voor de Reuver. 1, 2... En een kinderletje. Nou, dan weet je dat je het nooit kapot. Nou, nooit kapot. We vinden het hartstikke fijn dat ze hier was. Fijn dat je hier mogen zien. We moeten afrunnen. Ja. Maar het wordt natuurlijk een groot eer om de winnaar van de Veldeke Oeuvreprijs 2012 hier bij ons aan tafel te hebben. Dankjewel, Wim. Ik heb misschien een paar leuke activiteiten voor de gasten. Even de agenda pak. Volgende week vrijdag bijvoorbeeld vindt in het Rijland College in Venraai de estafette plaats. En natuurlijk een hele bijzondere estafette, de reanimatie estafette van Maastricht UMC Plus. Die organiseert dat. Begint om 9:00 's ochtends en duurt tot 9:00 's avonds. Dat wordt gereanimeerd door niet zo'n bekende Nederlanders en Limburgs, maar ook door hele bekende Nederlanders en Limburgs. Zoals oudschaatser Hein Vergeerde kunt langs. En de bondscoach, voormalig bondscoach van ons Nederlands elftal, Bert van Marwijk.
belangrijk dat je kunt ook even reanimeren. Dezelfde Bert van Marwijk, die heeft overigens al aanstaande maandag een afspraak. Dan ga je er een themabijeenkomst bijwonen in de avond. Dat begint om 8:30 van mensen die ooit een hartstilstand hebben gehad en met succes zijn gereanimeerd. Die bijeenkomst vindt plaats op maandag 24 september. Mensen die erin geïnteresseerd zijn om de her te gaan, die zijn van harte welkom op de Universiteitssingel 40 in Maastricht. En de activiteit vindt plaats in de Tongerenzaal. Allemaal leuke activiteiten die toch zeker een plekje verdienen in uw eigen agenda. Als we kijken naar het nieuws van vandaag in Limburg, is natuurlijk in Noord-Limburg het belangrijkste nieuws geweest dat er een brand is geweest in een fabriek waar gerecycled werd. En dat lag pal naast het Floriade-terrein. Floriade-terrein is gedeeltelijk gesloten en ontruimd. Waar onder andere koos men vandaag niet in de Innovatoren en de kabelbaan is stilgezet. De brand was zeer groot, is bestreden door de brandweerkorps van onder andere Venlo en Maasbree. Dat was het nieuws in Noord-Limburg. Het nieuws in Zuid-Limburg was natuurlijk iets ouder, om precies te zijn 68 miljoen jaar oud, om het zomaar even te zeggen. Want in de groeven van de cementfabriek de Ensie is een 13 meter lang fossiel ontdekt. Dan gaan we het over praten met Anne Schulp. Hij is paleontoloog, een wetenschapper die fossielen onderzoekt. Een bijzonder goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een beest, een wezen, een zeedier van 68 miljoen jaar geleden, dat vinden we in 2012. Dat lijkt me toch een enorme ontdekking. Ja, dat is zo lang goed gebleven. Het is heel bijzonder. We hebben een redelijk compleet skelet, meerdere botten van één en dezelfde beest. En dan ook nog uit die hele oude lagen. Ja, maar... Er zijn heel veel fossielen hier uit de bovenste lagen van het Krijt. Dus 66 miljoen jaar oud, 67 miljoen. En ook de vroege geschiedenis waar al die mosasaurus, al die zeereptielen vandaan komen. Ja, dat kennen we eigenlijk helemaal niks van. En ja. Nu opeens hier in die hele diepe lagen in de Ensie, in de Ensie-groepen, komt de fossiel van zo'n hele oude mosasaurus tevoorschijn. Ja, in 1998 is al eens een keer een skelet opgegraven, ook op het Ensie-terrein. Is dat het soort walhalla van skeletten, dat terrein? Nou, het begint er wel een beetje op te lijken. Ja, nee, Maastricht en omgeving is natuurlijk al sinds jaren en dag, sinds 1766, de plaats als het gaat om mooie mosasaurus fossielen. En het was nu weer raak. Ja, hoe is dit gevonden? Hoe is dat gegaan? Carlo Brouwer, een groevenmachinist, die ook met de grote graafmachines kalk uitgraaft. Die zag tanden van een groot beest in de laadbak van zijn graafmachine liggen. Mm-hmm. Hij heeft toen de collega's gealarmeerd en even later kregen wij een belletje van de Ensie. En ze hebben daar de werkzaamheden stilgelegd en we konden aan de slag. We zijn de afgelopen 10 dagen hard aan het graven geweest. Ja, hoe moet het nu verder gaan? Hoe gaan we het skelet conserveren? Het gaat blok voor blok, stuk voor stuk naar het museum. We zijn nog niet klaar met de opgraving. Er zit nog een hoop werk aan te komen. Dus we zijn nog wel op zoek. En uiteindelijk hopelijk in de kerstvakantie al dat we het prepareerwerk voor iedereen zichtbaar in het museum kunnen laten zien. We gaan het hele laboratorium plaatsen naar de tijdelijke tentoonstellingsruimte en iedereen kan binnenlopen in het lab om mee te kijken hoe die grote mosasaurus botje voor botje het gesteente vrijgemaakt wordt. Ja, 1998 hadden we Berg. Hebben we al een naam voor dit skelet? Hij is net naar Carlo genoemd. Carlo Brouwer, de groevenmachinist die hem vorige week ontdekt heeft. Oké, en Ber en Carlo worden misschien wel de toeristische trekkers voor Maastricht. Maar reden genoeg om te blijven graven? Maar reden genoeg om te blijven graven op het Ensie-terrein? Ja, absoluut. En we genieten hier regelmatig de gastvrijheid van de Ensie. En ook de mensen van de Ensie zelf die kijken mee. Dus er zijn heel veel fossielen die worden inderdaad opgemerkt. En die komen ook echt in een publieke collectie dat iedereen ervan kan meegenieten. De heer Schulp, gefeliciteerd in ieder geval met deze ontdekking en veel succes met het verder uitwerken ervan. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Limburg Vandaag. Maar als we naar de toekomst kijken, dan is dat niet wie het weg. Want morgen om 4:00 is er een nieuwe aflevering van Limburg Vandaag. Maar dan natuurlijk wel een hele bijzondere. Want dan gaan we weer naar Venlo. Na vanavond Culinair Live staat dan op het programma. Dat was voor vandaag betreft namens het hele team. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.
Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ofoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand en Onthuis Reuver.